Wil jij ook graag passief inkomen verdienen? Dat kan, maar je moet wel even goed letten op de juridische verplichtingen die je dan aangaat. Het lijkt namelijk allemaal zo simpel, maar er zijn wel een paar dingen waar je echt even op moet letten. Vooral dus ook bij de keuze voor het specifieke passieve inkomenstroom. We kijken even de hele video voor een aantal voorbeelden. Passief inkomen, het klinkt heerlijk, slapend rijk worden. Ik bedoel, wie wil dat nou niet? Nou, een manier om passief inkomen te verdienen is bijvoorbeeld door affiliate marketing. Nou, prima, je plaatst een linkje en als iemand via jouw linkje iets koopt, dan krijg je daar een ver bepaalde vergoeding voor. Bijvoorbeeld 2%, 5%, 10%, soms zelfs meer van de verkoopprijs van dat product of van die dienst. Zijn er zijn eigenlijk twee dingen die je dan goed moet regelen. Je moet bijvoorbeeld wat weten over hoe lang die cookies geplaatst worden. Je moet namelijk in je eigen privacy en cookieverklaring iets vertellen over die affiliate cookies. Daarnaast moet je rekening houden met het reclamerecht. Je moet dus bij al die linkjes vertellen dat het een affiliate link is. Jij hebt namelijk kans op voordeel en ja, dat moet je altijd vermelden. Dat kan bijvoorbeeld door achter het linkje tussen haakjes even AFF punt te zetten. Of je vermeldt onder elke blogpost of in elke social media post gewoon onderaan eh, zoiets als deze post bevat affiliate links. Het gaat er vooral om dat je erover informeert en dat mensen dus weten dat je misschien wel een gekleurde mening kunt hebben over die producten, omdat je ze per saldo graag wil verkopen. Dat dus jouw review over zo'n product, want dat is over het algemeen hoe je zoiets probeert te verkopen, dus misschien wel een gekleurde review is. Nou, een ander passief modienverdaal is dropshipping. En eentje die er heel erg op blijkt is print-on-demand. Wat je eigenlijk doet, is gewoon het verkopen van producten, maar zonder dat jij daarvoor voorraad nodig hebt. Je laat ook andere mensen de verzending organiseren. Super relaxed. Over het algemeen hoef je daar ook alleen maar een website voor in te richten, de juiste linkjes te plaatsen en klaar is Kees. Maar het is dan wel jouw webshop. Dat is dus iets anders dan met een affiliate link, waarbij het de webshop is van iemand anders waar er uiteindelijk gekocht wordt omdat jij degene bent die die webshop heeft, moeten mensen dus ook aan jou de retouren terugsturen. Althans, het adres dat jij opgeeft. Jij moet die retouren afhandelen, jij moet de klachtenafhandeling doen. Als bijvoorbeeld een product niet goed blijkt te zijn en ja niet conform is, zoals we dat juridisch noemen, of dus niet voldoet aan de wettelijke garantie, zoals we dat in de Volksmond wel noemen. Dan ben jij als webwinkelhouder degene die dat moet organiseren. Dat betekent dus dat je een goede algemene voorwaarden moet hebben waarin je ook goed uitlegt hoe deze regels allemaal werken. Op je website moet je van alles vertellen over het roepingsrecht. Daar moet je ook zo'n modelformulier voor herroeping aanbieden bijvoorbeeld. En je moet dus informatie geven over die conformiteitseis. Dus omdat je het jouw webwinkel is, ben je eigenlijk gebonden aan alle regels van een gewone webwinkel. Lees vooral het wetboek voor Webwinkels als je daar meer over wil weten. Een derde manier om aan passief inkomen te komen, is bijvoorbeeld door het aanbieden van downloads of misschien wel van online diensten, zoals online trainingen of toegang tot online video's of iets dergelijks. Hè? Een on-demand product. Nou, dat klinkt allemaal ook heel prachtig, maar ook dan ben je eigenlijk gewoon een webwinkel. Alleen dan in digitale producten in plaats van fysieke producten. Ook dan moet je dus rekening houden met bijvoorbeeld het roepingsrecht. En ja, je wilt natuurlijk helemaal niet dat het herroepingsrecht nog geldig is als iemand iets al gedownload heeft. of als ze al begonnen zijn aan je online training. En dat betekent dat je daarvoor in elk geval de juiste zinnen moet gebruiken in het bestelproces. Dat je mensen even akkoord moet laten gaan met het feit dat de download al gestart wordt. En dat ze akkoord moeten gaan met het feit dat hun roepingsrecht uh, komt te vervallen wanneer die download dus al gestart is. Nou, datzelfde geldt voor je on-demand diensten. Uh, of als een training op een bepaalde datum begint. Je zegt nou, je gaat er dan mee akkoord dat we je meteen de dienst al leveren. of dat we de dienst al beginnen te leveren binnen 14 dagen. En vervolgens dat ze er dus ook mee akkoord moeten gaan dat dan ook hun herroepingsrecht komt te vervallen. Nou, werkt het bij diensten wel iets genuanceerder, dat als er een deel van geleverd is en iemand alsnog binnen 14 dagen wil herroepen, je gewoon een gedeelte terug moet betalen afhankelijk van hoeveel van die diensten al hebben kunnen consumeren. Dit zijn overigens regels die gelden op het moment dat jouw klanten consumenten zijn. Heb je alleen maar zakelijke klanten, dan mag je hiervan afwijken. Nou, heb jij. Dit soort passieve inkomensstromen en wil je het goed juridisch geregeld hebben, neem dan contact met me op. Dan maken we een afspraak voor een adviesgesprek. Kun je ook meteen zelf inboeken als je wil via www.oploskoffie.nu. Dan kies je de door jou gewenste datum en het door jou gewenste tijdstip. En dan bespreken we jouw verdienmodel en wat je daar juridisch voor kan en moet regelen, zodat het zo gunstig mogelijk voor jou uitpakt. Vond je dit een nuttige video? Stuur hem vooral door naar andere ondernemers die ook graag gebruik maken van passieve inkomenstromen en zo goed mogelijk slapend rijk willen worden. Doe vooral nog even een duimpje omhoog als je dit een toffe video vond. En dan zie ik je heel graag weer volgende week dinsdag voor een nieuwe juridisch inhoudelijke video. Bye bye.